In de vorige video keken we nog naar echt het beginnen met beleggen en dan ook echt voor de echte beginners, dus degene onder de 18 jaar, welke stappen kun je dan al nemen om te gaan beginnen? Terwijl we in deze video juist gaan kijken naar het einde, wanneer je nou genoeg vermogen hebt opgebouwd dat je kunt gaan zeggen, ik stop met werken, ik hoef niet meer te werken voor het geld. Het vermogen dat ik heb opgebouwd zorgt ervoor dat ik jaarlijks genoeg inkomen heb om van te kunnen leven. Juist dat gaan we doen in deze video, we gaan kijken naar de Trinity Study, dat is een onderzoek wat kan helpen met te bepalen wanneer je genoeg vermogen hebt. Maar we gaan ook kijken naar wat we de jaren van tevoren moeten doen. Dus voordat je het doel bereikt hebt, welke stappen kun je nemen, moet je misschien zelfs wel nemen, om ervoor te zorgen dat je de juiste situatie hebt om te stoppen. Al die informatie krijg je in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud, op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Vind je dit nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Dan kan ik zien dat je het leuk vindt, maar het helpt ook zeker met YouTube die meer mensen gaat aanraden. Dus meer mensen kunnen van deze informatie gebruik maken. Op die manier is zelfs de video van afgelopen week bijna 10.000 keer bekeken. Dus laten we dat ook bij deze video weer proberen. En wil je nou meer van dit soort video's zien, zorg dat je je eigen abonneert op het kanaal. Klik op het belicoontje, dan krijg je altijd weer een melding als ik een video online zet. En dan mis je nooit meer een video. Maar laten we beginnen met de video en dan vooral ook naar het doel van een passief inkomen. En dat doel heb ik voor mezelf, voor deze website, voor het YouTube-kanaal omschreven als werk aan een toekomst waarin je een passief inkomen verdient. Nou, een passief inkomen kan op verschillende manieren. Dat kan door tijd te investeren en naderhand daar geld mee te verdienen, bijvoorbeeld met een blog. Het kan ook zijn dat je juist het geld investeert en dat het geld voor jou gaat werken en dat dat geld oplevert. Dat is in de vorm van beleggingen bijvoorbeeld. En juist op die beleggingen gaan we ons nu richten, dat we geld verdienen uit beleggingen. Dus geld werkt voor jou. Maar hoe bepaal je nou dat je genoeg vermogen hebt opgebouwd om van te kunnen leven en jouw levensonderhoud te kunnen voorzien elk jaar weer opnieuw? Nou, daar komt dus de Trinity Study naar boven. En het Trinity Study is dan een onderzoek van de Trinity University. Het onderzoek had eigenlijk een andere naam, maar dat was veel te moeilijk. Dus iedereen noemt het de Trinity Study. In ieder geval was een onderzoek in 1998 waarin ze keken naar de Safe Withdrawal Rate. En dat wil eigenlijk zeggen dat een percentage wat je veilig kunt opnemen eigenlijk vanuit je vermogen, zodat je kunt zorgen dat je dat jarenlang kunt doen. In hun onderzoek keken ze naar verschillende portfolio's, een verhouding, een verdeling zeg maar, tussen aandelen aan de ene kant en obligaties aan de andere kant. En die 5 stappen waren dus zeg maar 100% aandelen, 75%, 50%, 25% aandelen en uiteindelijk geen aandelen maar een 100% obligaties dus. Maar ze keken niet alleen naar die verhoudingen, ze keken ook naar een tijdsperiode tussen de 15 en 30 jaar. Er waren dus 4 periodes, 15, 20, 25 en 30 jaar, die ze gingen vergelijken. En dat in combinatie met die safe withdrawal rate van tussen de 3 en 12% hebben ze het onderzoek gemaakt. En gingen ze dus kijken naar wat is nou een veilig percentage dat je op kunt nemen. En afhankelijk dus van die verhouding, van de tijdsduur en het percentage van 3 tot en met 12%. En dan gaan ze uit van die percentages van het vermogen in het eerste jaar. Want het kan natuurlijk zomaar zijn dat naderhand de beurs onderuit gaat of juist heel erg stijgt. Dat ze daar heel die fluctuaties eigenlijk houden niet echt rekening mee. We gaan uit van het bedrag in het eerste jaar wat je hebt opgebouwd op het moment dat je bepaalt van en nu stop ik met werken. Ze hebben voor dit onderzoek gebruik gemaakt van gegevens van de data van de beurzen van 1925 tot en met 1995. Dat is dus 70 jaar aan data die ze hebben meegenomen in dit onderzoek. Om telkens te kijken in die periodes van 15 tot en met 30 jaar of de theorie zeg maar werkte. En waar wij ons dan vooral op richten en eigenlijk ook de meeste mensen die bezig zijn met financieel onafhankelijk worden, is juist naar die 30 jaar. Want dat is zeg maar de periode dat je iets van tevoren met pensioen kunt gaan. Dat je nog 30 jaar lang kunt leven. Dat is ongeveer ook wel de levensverwachting denk ik. Dus het heeft geen zin om te kijken naar 15 jaar of naar andere periodes. We richten ons vooral op die 30 jaar. En als we dat dus in het onderzoek gaan bekijken, dan zul je zien dat percentages van jaarlijks 3 of 4% opnemen van je eerste initiële vermogen. Dat ervoor zorgt dat je meer dan 95% kans hebt dat je 30 jaar vol kunt houden op die manier. En dat is zelfs bij 3 portfolio's, namelijk degene met 100% aandelen, 75% aandelen en 50% aandelen en 50% obligaties. Dus in 3 van deze vormen heb je meer dan 95% zekerheid dat je op die manier, op die historische gegevens dus, eigenlijk een jaar inkomen hebt puur vanuit je rendementen op je vermogen.
En dat is ook eigenlijk wat we terugzien in het onderzoek. Als we naar een grafiek gaan kijken, dan zul je zien dat de verschillende verhoudingen zijn aangegeven in verschillende kleuren. En tot en met 4% zie je eigenlijk dat de kans heel hoog is. Zodra je zeg maar naar de 5 gaat, dan gaat het in één keer heel snel onderuit. En je ziet ook bijvoorbeeld dat obligaties, in dit geval de oranje lijn, de bonds, dat die ja, gegarandeerd na 7 jaar, dan houdt het op. Dus het is niet zo slim om alleen in obligaties te gaan, maar moet juist misschien wel 100% in stocks gaan, in aandelen dus. Of in ieder geval een mix pakken daarvan. En natuurlijk bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Maar zoals gezegd, ze hebben 70 jaar aan data eigenlijk. Dus er zijn ook daar in die tijd goede momenten geweest, crisissen geweest. De markt zal ook wel veranderd zijn. Dus het is zeker wel iets waar we op kunnen voorborduren, dat een basis vormt. Maar dat is ook alweer iets wat mensen ooit zeggen van ja, maar de Trinity Study houdt eigenlijk net op voor de crisis van 2000. En ook die van 2008 is niet meegenomen. Dus misschien dat ik in het vervolg wel een video ga maken, inclusief de jaren zeg maar tot en met nu toe, ook de laatste 20, 25 jaar meegenomen. Kijk hoe de studio er dan uitziet. Maar zoals gezegd, dat is eigenlijk wel een heel onderwerp voor een volgende video. Mocht je dat trouwens willen zien, laat het even weten in de reacties onder deze video. Als er nou echt veel vraag naar is, zorg dat die op korte termijn al komt. Maar uit het onderzoek blijkt dus dat je met 3 of 4% van je vermogen jaarlijks eraf te halen, dat je eigenlijk daarvan kunt leven, dat de kans dan 95% is dat je dit 30 jaar lang volhoudt. En dat wil dus ook zeggen, en daar komt eigenlijk ook de naam vandaan, de 4% regel. We gaan meestal uit van die 4%. En als je dat om gaat rekenen, je wil eigenlijk 100% hebben, 4% per jaar. Je moet dus 25 keer zoveel hebben. En dan heb je eigenlijk het vermogen wat je wilt hebben. Dus het vermogen waarmee je zeg maar met pensioen gaat, dat je kunt zeggen, ik stop met werken. En pak bijvoorbeeld mijn doel wat ik wil halen. Dat is 625.000 euro wat ik aan vermogen heb om van te kunnen leven. Nou, dat is namelijk gebaseerd op 25.000 euro per jaar om van te leven. Keer 25%, want die 25.000 is dus 4%. Kom je uit op 625.000 euro. En zoals gezegd, als ik dat vermogen heb, ik weet niet of ik ga stoppen met werken, maar heb ik in ieder geval de keuze om te gaan stoppen met werken. Want historisch gezien levert dat genoeg op om eigenlijk mijn levensonderhoud te voorzien en hoef ik dus niet meer te werken. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste woord. Je hoeft niet meer te werken. Je kunt ervoor kiezen om het wel te doen, maar je hebt niet meer de verplichting om het te doen. Want je hebt je geld en je onkosten worden eigenlijk al betaald vanuit de rendementen van je vermogen. Maar voordat je bij dat punt aankomt, is er eigenlijk een hele weg die je moet bewandelen om überhaupt financieel onafhankelijk te zijn of te worden. Want in de beginjaren richten we ons vooral op vermogensgroei en nemen we meer risico omdat we meer rendement willen maken. Dit komt omdat je belegt voor de lange termijn, dus langer dan 15 jaar, dus misschien wel 20, 30, 40 jaar nog te gaan hebt tot aan je pensioen bijvoorbeeld. Dan kun je dus meer risico nemen, juist omdat je kunt herstellen van een eventuele crisis. Want kijken we naar de crisis van 2008, dan zag je op het hoogtepunt en het dieptepunt een verschil van meer dan 50%. Dus de koersen gingen met meer dan 50% onderuit. En als dat nou gebeurt 1 of 2 jaar voordat je met pensioen wilt gaan, dan halveert, of misschien wel meer, dan halveert je waarde van je vermogen en moet je de pensioen dus echt maar uitstellen. En daarom is het ook vaak interessant, of zelfs aan te raden, om zeg maar vanaf 15 jaar voordat je met pensioen gaat, of dat moment bereikt zeg maar, dat je gaat nadenken over een verdeling. Wil je nog 100% in aandelen zitten of ga je meer spreiding toepassen? Dat kan dus een gedeelte in aandelen zijn, maar ook bijvoorbeeld vastgoed of obligaties of andere investeringen. Maar in ieder geval dat je ervoor zorgt dat je niet meer 100% in aandelen zit, waar het rendement hoog is, maar ook het risico hoog is. Maar dat je dus eigenlijk gaat zorgen voor spreiding om meer zekerheid te krijgen. Want juist zekerheid is in die laatste jaren erg belangrijk. Je wilt niet hebben dat in één keer je vermogen halveert net voordat je met pensioen wilt gaan. Je neemt dan waarschijnlijk genoegen met iets minder rendement, maar wel met meer zekerheid. En naarmate je het doel bereikt, wil je steeds meer zekerheid opbouwen. Dus bijvoorbeeld het gedeelte obligaties wil je steeds verhogen, want daar staat het rendement eigenlijk vast in de vorm van een rentepercentage. Dus je weet gegarandeerd wat je gaat krijgen. En waar we dan in het begin nog spraken in de beginjaren over vermogensgroei, is juist in die laatste jaren vermogensbehoud veel belangrijker. Je wilt zorgen dat er minder fluctuatie in je portefeuille komt in je vermogen, juist omdat je dichter bij je doel bent en dat ook wil bereiken. En dus zijn er ook enkele aandachtspunten waar je rekening mee moet houden in de jaren vooraf al. Wat je wilt gaan doen, wat je wilt gaan regelen. Wil je een plan maken waar je over na moet denken in ieder geval. En het eerste punt is natuurlijk dat je gaat zorgen voor die spreiding. En dat zul je waarschijnlijk zelf moeten doen. Want het is aan te raden als je over dit soort bedragen praat, enkele honderdduizenden euro's. Dat je dan in ieder geval zelf je beleggingen beheert. Dan hou je de kosten laag en heb je dus eigenlijk meer rendement en zul je je doel ook sneller behalen. Maar omdat je het zelf in beheer hebt, moet je dus zelf voor die spreiding gaan zorgen. Dus je moet er zelf voor gaan kiezen
welke aandelen je misschien verkoopt, welke obligaties je neemt of welke vastgoed of andere beleggingen je gaat doen om die spreiding te bereiken. En je zult ook vast moeten stellen van welke percentages wil ik aanhouden. Begin ik bijvoorbeeld 10 jaar vooraf, 20 jaar of 15 jaar voor mijn doel? En met hoeveel procent wil ik dan bijvoorbeeld een obligatieportefeuille opbouwen ten opzichte van mijn totale vermogen? Wil ik het eerste jaar 5% hebben of doe ik 1% per jaar? Dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. Hoe je die spreiding zeg maar voor jezelf, hoe je die voor je ziet. Want dat is ook erg persoonlijk. Sommige mensen zijn bereid meer risico te nemen. Andere mensen willen dat niet zo. Dus zorg voor een spreiding die in ieder geval past bij de manier hoe jij wil beleggen. Je kunt ook vast gaan nadenken over het tweede punt. En dat is hoe je wilt gaan leven van je vermogen. Stel je hebt je vermogen bij elkaar en je wilt van die 4% leven. Pak je dan die 4% door elk jaar 4% van aandelen te verkopen? Of ga je bijvoorbeeld van tevoren dividend aandelen kopen die een dividend uitkeren en dat je op die manier vast wat krijgt? Ga je in obligaties zitten? Misschien heb je tegen die tijd wel een passief inkomen wat zorgt voor je levensonderhoud. Ga daar eens over nadenken hoe jij het voor je ziet. Dat je dat bedrag dat wat je nodig hebt voor je levensonderhoud in de toekomst dus, hoe je dat bij elkaar wilt krijgen. En dat kan zoals je ziet wel op meerdere manieren. En dat is zeker een onderwerp voor een video in de toekomst. Ook de leeftijd waarop je je doel denkt te bereiken houdt verband met de risico's die je misschien moet nemen of kan nemen. Want stel jij kunt je doel op voor je 50ste bereiken, dan zul je andere risico's bereid zijn om te nemen dan wanneer je je doel pas rond je 65ste bereikt. Want wanneer je je doel met 65 bereikt, wil je veel meer zekerheid. Je wilt niet hebben dat je je doel uiteindelijk toch niet haalt door een crisis en dat je misschien nog wel enkele jaren door moet werken. Dat wil je op die leeftijd niet meer. Aan de andere kant, wanneer je de 50 nog niet gehaald hebt, maar je doel al wel bijna in zicht hebt, maar het gaat op dat moment net mis, dan is het waarschijnlijk niet zo erg om nog een paar jaar te werken. Het gaat allemaal makkelijker en je hebt naderhand toch nog genoeg jaren om eigenlijk een fijne levensstijl erop na te houden. Dus dan ben je misschien ook wel bereid om extra jaren te doen. Dus denk ook zeker aan de leeftijd wanneer je denkt te bereiken. En staat dat in verband met de risico's die je bereid bent om te nemen. En denk ook vast na wat je gaat doen op het moment dat je het zou bereiken. Stel jij bereikt het voor je 50ste al, stop je dan ook echt met werken? Want stel jij bereikt je doel voor je 50ste al, stop je dan ook echt met werken? Of ga je misschien dingen doen die je leuk vindt? Want je kunt er natuurlijk voor kiezen om minder te gaan werken wanneer je in loondienst werkt. Dat je misschien in plaats van 5 dagen nog maar 3 dagen gaat werken. Of misschien hou je wel helemaal op met in loondienst werken. En heb je een hobby die je misschien zelfs nog wel om kunt zetten in wat bijverdiensten. Of heb je een passief inkomen opgebouwd. De vraag is in ieder geval hoe jij het voor je ziet wanneer je je doel hebt bereikt. En misschien zelfs al als je het op een jonge leeftijd al bereikt. En jong vind ik zelf wel voor de 50 natuurlijk, ga je misschien dan toch nog door met werken, al is het in loondienst of voor jezelf, omdat juist een extra jaar werken heel erg invloed kan hebben op je vermogen. Want laten we uitgaan van die 635.000 euro waar ik als doel heb gesteld, zeg maar. En dat zou in die tijd een hele goede markt zijn. Er zit nog niet echt een crisis aan te komen voor zover je dat kan voorspellen. En misschien maken we dat jaar wel 10% rendement. Dat is dus al meer dan 62.000 euro rendement alleen op je vermogen. Maar ook omdat je gewoon daarnaast nog hebt gewerkt, kun je misschien in zo'n jaar wel 100.000 euro verdienen uiteindelijk. Dus het kan zomaar zijn dat je ervoor kiest om, ook al heb je je doel bereikt, misschien nog 1, 2, 3 jaar of iets langer door te werken. Omdat dat juist een enorm effect kan hebben op het vermogen. Omdat juist in die laatste jaren je vermogen heel erg hard groeit. Maar dan krijg je natuurlijk wel de vraag van wanneer ben je nou tevreden en wanneer stop je nou echt met werken? En dat is eigenlijk ook de vraag die ik jou wil stellen aan het einde van deze video van wanneer ben jij nou tevreden en wanneer stop jij met werken? Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. Ik ben erg benieuwd daarnaar. Welk bedrag heb je voor jezelf in beeld of met jezelf afgesproken? Op welke leeftijd denk je dat bedrag bij elkaar te hebben? En kun je dus voor kiezen om te zeggen ik hou op met werken, ik hoef niet meer te werken. En ga je dan ook echt niet meer werken? Of ga je dan toch nog door met werken of iets anders doen? Zoals gezegd, laat dat weten in de reacties onder deze video. Daar ben ik erg benieuwd naar. En onder deze video vind je ook alle informatie terug over de verschillende onderzoeken, links die ik heb besproken, maar ook verschillende aanbieders, brokers, waarmee je dus bijvoorbeeld een vermogen kunt opbouwen, zoals FlatEx, DEGIRO en BankForward. Vond je nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Zoals gezegd helpt dat mij heel erg, omdat ik kan zien dat de video gewaardeerd wordt. Maar ook voor YouTube en het kanaal is het heel erg belangrijk. Dus vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog meer van dit soort video's wilt zien, vergeet dan niet om op abonneren te klikken. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Klik op het bel-icoontje, dat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online komt. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.